Hoe reageer je als industrie op de complexe, veel eisende en innovatieve markt? Laten we als voorbeeld een sneaker nemen. Tegenwoordig omvat de traditionele product lifecycle 5 stappen. Het concept, het ontwerp, de productie, de verkoop en het gebruik. Dit proces werkt goed, maar heeft één groot nadeel. De verkoopprijs van onze sneakers zal nooit meer worden dan de totale productiekosten en gewenste marge. Uiteindelijk zal de waarde nooit veranderen. Om marktleider te blijven heeft ons bedrijf 2 opties. Ten eerste het verlagen van de verkoopprijs met als risico dat het product verzwakt. En ten tweede de kwaliteit verhogen, maar dit brengt hogere productiekosten met zich mee en zodoende een hogere verkoopprijs. Welke optie ook wordt gekozen, de concurrentie zal altijd hoog blijven. Gelukkig zijn er vandaag de dag nieuwe trends die zich voordoen. Laten we teruggaan naar de vorige 5 stappen en bekijken hoe we deze kunnen verbeteren. Bij de verkoop wordt onze klant een onderdeel van zijn eigen aankoop, omdat hij de realisatie van zijn sneaker kan volgen van creatie tot levering. Bij het ontwerpen kunnen we dankzij gekoppelde diensten en cloud het product ontwikkelen over de hele wereld en samenwerken met collega's waar ze ook zijn. Tijdens de productiefase wordt de gehele productielijn geflexibiliseerd dankzij nieuwe technologieën en materialen toegepast op het customizen van onze sneakers. Bij de verkoop zetten we onze klant neer als een levendig onderdeel van zijn aankoop, omdat hij de realisatie van zijn sneaker kan volgen van creatie tot levering. Door de samenhang van diensten, geïntegreerd in de sneakers, maken we het gebruik tot een unieke ervaring van onze klant. Door middel van deze nieuwe benaderingen transformeren wij onze sneakers tot een tal van herbruikbare en duurzame diensten, welke een hogere winst voor ons genereert en een betere ervaring voor onze klant. Alle producten zijn nu betrokken bij deze nieuwe lifecycle en Autodesk Product Innovation Platform voorziet in de toegevoegde waarde die nodig is bij de ontwikkeling. De toekomst begint vandaag met Autodesk. Welkom bij Industrie 4.0.